Hallo diva jongens en meisjes, welkom bij de Casa Diva podcast, aflevering 108. Mijn naam is Agnes en ik ben de eigenaresse van Dutchwool Diva, een webwinkel in handgeverfde garens en spinwol en nog meer handwerkartikelen. En dit is een podcast over breien, haken, spinnen, borduren, naaien. Je kunt het zo gek niet verzinnen of ik doe het wel. En vandaag neem ik je weer mee in wat ik zo al gedaan heb in de afgelopen paar dagen. Afgelopen vrijdagmiddag is de weekvlog online gegaan. Normaal gesproken gaat die op vrijdagochtend online, maar dit keer was het dus vrijdagmiddag. Of eigenlijk zelfs al vrijdagavond. En dat kwam ook omdat ik de afgelopen week best wel druk ben geweest. En dat was het afgelopen weekend niet veel anders. Maar ik heb toch nog wat kunnen breien, want ik ben nu inmiddels zo ver met de musselburkhead. We zitten inmiddels op de... Even spieken hoor. Hoeveel centimeter hebben we inmiddels? Ik moest iets van 45 centimeter, dacht ik. En we zitten nu op de... ...43 centimeter. Dus nog maar een klein stukje en dan kan ik met de minderingen gaan beginnen. En eigenlijk ja, is het ook, mijn bolletje is ook bijna op, dus ik kan ook niet echt veel verder meer breien. Ik denk nog één of twee streepjes en dan, ja, dan moet ik toch echt gaan minderen. En dan is hij in principe klaar. Het is nu inmiddels hartstikke lekker weer buiten, dus een muts zal ik waarschijnlijk niet meer nodig hebben de komende maanden. Dus nou ja, goed, dan heb ik in ieder geval voor de volgende winter heb ik weer een muts. Kijk, als ik hem dubbel vouw, dan kun je zien dat ik ja, nog maar een klein stukje moet voor de minderingen. En dan heb ik dus inderdaad gewoon een mooie muts. Ik denk dat ik zelfs voldoende de lengte dan heb om de rand dubbel te vouwen. Maar dat zullen we dan wel zien. Maar de musselburkhead is dus bijna klaar. En ja, dat betekent dat ik weer bijna een FO heb, een finished object. Met andere breiprojecten ben ik nog niet bezig geweest. Ik heb nog een call liggen van de afgelopen 12 Days of Christmas box. Die ik zelf nog niet eens helemaal af heb gemaakt. Die ga ik hierna afmaken, zodat dat ook klaar is. En ik weer een paar projecten van mijn lijstje kan afstrepen. Ik heb momenteel geen andere plannen om te gaan breien dan de dingen die er nog liggen. Ik wil eigenlijk zo langzamerhand een beetje een deuk maken in alle projecten die ik heb liggen. En dat zijn er nogal wat, want er ligt ook nog ergens een vest. En er ligt nog ergens een blokjesdeken. En nou, er ligt nog van alles. Dus, en ik heb ook eigenlijk op dit moment niet echt een idee van wat ik dan zou moeten gaan breien. Ik had wel een mooie trui gezien die Natasja ook gemaakt heeft. Dat is de Whitmore sweater. Dat is deze trui van Amy Louden heet ze geloof ik. En ik zal het linkje van dat patroon zal ik hieronder in de beschrijving zetten. Dat staat natuurlijk op Ravelry. Dat is waarschijnlijk een sweater die ik wel dit jaar nog wil gaan maken voor aankomende winter. Maar ik denk niet dat ik daar nu alvast aan ga beginnen. Ik denk dat dat pas later is. Want voorlopig heb ik nog veel te veel naaiplannen die eerst komen. Dus het breien dat ligt even op een laag pitje. Behalve dan de projecten die ik op de pennen heb zitten. Dan gaan we verder met het naaigedeelte. Want ik ben gisteren wel, heb ik nog even achter de naaimachine gezeten. En heb ik een begin gemaakt met het patroon van It's a Fit. Dat is het t-shirt met het kraagje. Dat is, hier is de lijntekening van die ik wil maken. En ik ben inmiddels, heb ik de schoudernaden heb ik erin zitten. De achterpas zit erin. En ook het halsbiesje zit eraan. Voor de rest is hij nog niet af. Ik ben er nog niet echt veel verder mee gekomen. Het kraagje moet nog, de mouwen moeten nog. En dan moet ik natuurlijk de zoom er nog in maken. Ik hoop dat ik daar van de week nog even tijd voor heb. Ik heb van dit gedeelte wat ik gemaakt heb, heb ik wel videomateriaal. Dus dat zal ik er even tussenin plakken. Thank you.
ik moet zeggen dat ik de beschrijving van het patroon niet echt heel geweldig vind. Het is niet echt heel duidelijk wat je moet doen en sommige dingen zijn ook niet echt logisch. Omdat je een dubbele pas hebt bijvoorbeeld, is het mooier om dat met de burrito-methode, en dat heb je in het filmpje heb je dat gezien, om dat met de burrito-methode in elkaar te zetten. Want dan krijg je aan de binnenkant heb je hele mooie afgewerkte naden. En zoals zij het hadden gedaan, heb je alleen een afgewerkte naad hier. En heb je hier gewoon drie naden die bij elkaar komen en dan naar buiten steken. En ik zal eens even kijken of ik dat nu kan laten zien. Ja, dat kan ik hier nog wel even laten zien. Dan krijg je dus dit gedeelte, krijg je dan aan de buitenkant. Of aan de binnenkant, maar wel aan dat je het kunt zien. En ik heb het nu heel mooi naar binnen afgewerkt met dus de burrito-methode. Dan moet je daarna wel het halsbiesje iets anders aanzetten. Maar goed, ja, dat vind ik zelf niet zo'n probleem. Het halsbiesje was ook veel te lang wat erbij stond. Daar had ik echt veel te veel stof aan. Dan zou het echt gaan uitlubberen. En normaal gesproken is het zo dat je de omtrek van de hals neemt en daar 20% afhaalt. En dat is dan de lengte van je halsbies. Die moet iets korter zijn dan de hals zelf, waardoor het mooi aansluit straks op je lijf. Nou ja, in dit geval was het halsbiesje veel te lang voor wat ik had. En ja, misschien dat het door hun methode je dan gewoon een stukje afknipt of zo. Ik weet het niet, maar ik vond het met deze methode hield ik veel te veel over. Dus ik heb de halsbies zelf opgemeten en vervolgens op maat gemaakt. Het kraagje wordt vervolgens tegen de halsbies aan de binnenkant vastgezet. En ja, zoals het in de beschrijving staat, heb je dan ook weer de ruwe randen van de kraag die je dan vervolgens ziet. En ik weet niet of ik dat wel heel mooi vind. Dus ik ga nog heel even uitpluizen hoe dat precies zit. Zodat ook aan de binnenkant het gewoon mooi afgewerkt is. Maar goed, ik ben op weg in ieder geval met de tricot blouse met het kraagje. Dus die hoop ik dan deze week af te maken. Vandaag heb ik ook even in de keuken gestaan. Ik had nog een aantal bananen over. Die, ja, ik hou niet zo van hele bruine bananen om te eten zo. Dus die heb ik verwerkt in muffins. Dat doe ik wel vaker. Als ik dan bruine bananen heb, dan maak ik een grote batch met muffins. Die ik ook als ontbijt kan eten. Omdat er eigenlijk, ja, er zit wel een beetje suiker in. Maar het meeste zoete komt van de bananen. En er zit ook geen olie of boter of dat soort dingen in. Dus het zijn gezonde muffins. En dat vind ik soms wel lekker om te eten 's ochtends bij een kopje koffie. En de student die vindt ze ook lekker, die kan ze ook mee naar school nemen. Daar heb ik een filmpje van gemaakt, want ik dacht van ja, ik heb niet heel veel te vertellen, dan kan ik jullie maar beter dingen laten zien. Dus dat krijg je nu te zien.
inmiddels zijn de muffins klaar en die zien er zo uit. Het was even een gedoe om ze allemaal op dat rekje te krijgen, want ik heb geen oven. Ik heb een combi-magnetron en daar zit ook een confectie-oven in. Dus het moet allemaal op een kleiner oppervlakte, maar goed, uiteindelijk is dat wel gelukt. En ja, ze zijn weer heerlijk. Ik heb het recept voor jullie hieronder in de beschrijving gezet, mocht je die ook willen maken. Ik heb dan als laatste nog wel een shop-update. Afgelopen week, vrijdag, is de eerste batch online gegaan. En vandaag op zondag, als ik dit opneem, is de tweede batch online gegaan van de spinwolletjes die ik nog had liggen. Die heb ik van de week allemaal op de foto gezet, allemaal geëdit. En nu staan ze dus allemaal online. Dus mocht je nog op zoek zijn naar spinwolletjes, de shop is weer lekker aangevuld met van alles en nog wat. Ik heb er Diva Soft Sok tussen zitten. Dat is met nylon. Dat is deze kwaliteit bijvoorbeeld. Ik heb de Diva Spinstar erop zitten. Dat is bijvoorbeeld deze. Dat is met alleen de Superwash Merino. Daar zit geen nylon bij in. En dan heb ik ook nog, even kijken hoor, de Diva South American. Dat is bijvoorbeeld deze. En dat is 100% South American Merino. En dat is geen Superwash, dus dit kan wel filteren. En daar heb ik ook een aantal kleuren van in de shop staan nu. Dus de shop is weer lekker aangevuld. Dus mocht je nog op zoek zijn naar spinwolletjes, dan moet je nu je kans grijpen. Ik ga de podcast afsluiten nu en even eten. En daarna ga ik hem natuurlijk editen en bewerken en uploaden, zodat hij morgenochtend online komt. Geef even een duimpje omhoog als je het leuk vond om te kijken. En als je nog niet geabonneerd bent, klik dan even op het knopje hieronder. Het kost jou verder niks, maar je doet er mij een heel groot plezier mee. En dan wens ik je nog een hele fijne ochtend, middag of avond, wanneer je deze podcast ook maar zit te kijken. En dan tot de volgende maar weer. Doei!